praatje met Sanne Thijssen. Als jullie denken, wie is dit? Dit is mijn talententeam. Heeft vandaag het NK springen jongruiders gereden en morgen nog senior, toch? Dat klopt. En hoe gaat het tot nu toe? Ja, ik moet zeggen, expert kreeg net eigenlijk een lullig foutje. Waardoor ik eigenlijk net naast het podium bijna hier, of als vierde. Op zich geen slecht resultaat, maar ja, ik had toch voor een podiumplaats. En Celine die ging 2 dagen niet slecht, maar ook zeker net niet goed genoeg. Dus daar ga ik morgen eigenlijk voor de ervaring van mezelf en van het paard nog proberen mee te doen. Maar vind je het moeilijk om op 2 kampioenschappen te focussen, zeg maar? Nee, dat niet, want het is wel mooi verdeeld, hè. Het is niet dat je snel achter elkaar moet. Het enige wat kort achter elkaar zit, is eigenlijk de junior en de jongruiders. Maar de jongruiders en senior is ideaal. Ja. En wat heb je voor een doel gesteld, zeg maar, voor qua resultaten? Heb je echt dat je denkt van ik wil voor die plek gaan? Is 4e teleurstellend of? Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje in een dipje zat. Dus 4e was nu toe zeker niet teleurstellend. Ik had natuurlijk wel gehoopt omdat ik eigenlijk op brons stond, ja, 0 te rijden. En ik vond eigenlijk dat foutje ook niet nodig was. Maar ja, hij valt toch zo. Dus helaas was 4e. Dus het was wel erg jammer. Maar naar mijn, hoe het eigenlijk ging, vond ik eigenlijk wel mooie plaats behaald. Ja. En heb jij speciaal naar deze wedstrijd toegewerkt? Doe je iets speciaals als je op wedstrijd gaat? In training, anders dingen of zo? Ja, we zijn wel 2 weken naar Redzo geweest. Dat is een heel mooi groot grasveld. Dus daar leren ze natuurlijk heel veel van. Ja. En dat is natuurlijk ideaal als voorbereiding hiervoor. Dus dan zijn ze al mooi wat gewend. En de sloot oefenen natuurlijk zeker. Want dat is hier natuurlijk wel heel massief. Ja. En daar worden veel fouten gemaakt. Dus dat is in ieder geval wel ter voorbereiding een dingetje om te doen. Ja. En welke paarden heb je bij? Ik heb er eigenlijk 5 bij. 2 voor de jongrijders, Carinha en Expert, zijn 8 en 9. Dus die hadden allebei nog niet heel veel ervaring. Celine is eigenlijk mijn eerste paard. Maar die heeft eigenlijk nog nooit een kampioenschap gelopen. Dus ik was bij senior ook al aan afwachting hoe ze dat ging doen, ja, zeg maar. En dan 42 paarden, Bacardi en Blasco. Die hebben wel iets meer ervaring. Ja. Oké. Okay. Hoeveel paarden heb je in totaal thuis om te rijden? Op het moment 10. Ja, 10. Ja. Oké. En hoeveel paarden hebben jullie zeg maar thuis in totaal en hoeveel ruiters ongeveer? Nou, genoeg. Jullie hebben best wel een grote stal. Ja, genoeg. We hebben eigenlijk op onze thuisfront hebben we er 42 staan. Met eigenlijk 5 ruiters. En dan andere plaatsen hebben we nog zeg maar de iets jongere paarden staan, of de paarden die wat revalideren zijn. Dat zijn er nog 27 met 2 ruiters. En natuurlijk wat krumps, hè? Dat zijn alleen ruiters. Ja. En dan hier en daar nog wat bij andere mensen, veulentjes. En heeft iedere ruiter zijn eigen groep? Of gewoon? Ja, jawel. Ja. Dat ieder zijn eigen paarden goed kan doen. Ja. Oké. En wie regelt zeg maar het stalmanagement bij jullie op stal? Wie zegt bijvoorbeeld vandaag moet die gereden worden en die moet in de wei? Of... Nou, eigenlijk heeft ieder zo zijn eigen lijstje. Iedere ruiter met groen dan. Dus je bepaalt zelf wat je ermee, doet die dag. Dus ga ik bos in, ga ik thuis springen, ga ik rijden. Maakt niet uit. Je doet zelf je management, ook het opgeven van de wedstrijden waar je naartoe gaat. Alleen de man eigenlijk een beetje VWA en alle papieren. En, toileteren hier een beetje daar helpen waar het nodig is. Dus... En als jij nou op wedstrijd gaat met 4 paarden en de rest blijft thuis, jouw groen gaat mee, wie doet dan die andere paarden? Dan hebben we nog wel thuisruiters inderdaad die rangeren of rijden. Ja. Ze worden wel gebruikt. En moet jij dan bepalen wat die week doen of moet iemand anders dan omheen? Nee, dat doen we niet. Of ik moet iets specifieks hebben. Hoe ziet zeg maar, ongeveer een trainingsweek van een van jouw paarden eruit? Dus zeg jouw paard bijvoorbeeld van de senior of van de jongrijders. Ja, dat verschilt heel erg. Want de ene natuurlijk heel veel energie. De ander is poepie, die moet je van tevoren wat springen zodat hij in het ritme zit. Maar mijn beste paard die heeft eigenlijk wel een beetje een patroon bij een grote wedstrijd. Dat ik op maandag les krijg van Inge Koenen. Oké. Die helpt dan met dressuurrijden. Dus die doen echt flink een uur trainen, hard trainen. De dag daarna gewoon helemaal lekker stappen in het bos, eventjes bijkomen. En dan de woensdag weer gewoon lekker dressuur rijden, gewoon de basisdingen. Mm-hmm. En dan donderdag begint het meestal.
Maar ja, dat, wat ik zeg, dat is haar patroon, haar planning, maar dat verschilt per paard. Dus dat zijn 10 verschillende. Ja. Ja, springen jullie veel thuis? Ik eigenlijk weinig. Is ook niet echt nodig bij de paarden die ervaring hebben. Jonge paarden wel, maar ik heb weinig paarden die echt jong zijn. Oké, en heb je bijvoorbeeld ook dingen dat je zegt, nou, dat zou ik echt met een dressuurpaard doen? Ook bijvoorbeeld kafletjes of... Drafbalkjes denk ik wel. Wat ik met één paard wel eens oefen, is eigenlijk op een kleine volte balkjes leggen. Ieder één past ertussen en die dan op een standaard iets hoger leggen aan de zijkant. De draf hoger wordt. Dan wordt de rug eigenlijk heel los van. Dus van dan kom je recht bij je omzien. Dressuur als springen is dat eigenlijk heel goed. Want dan gebruiken ze de rug heel goed en gaan ze hoger draven. En dan eigenlijk ook heel gezond. Ja, dus kunnen wij nog wel los van. Precies. En hoe ziet een dag op stal bij jou eruit? Ja, zeg maar vanaf 8 uur s ochtends of 7 uur, hoe laat je beginnen? Wij beginnen om 7:15 's morgens. Grooms en medewerkers op stal die beginnen eigenlijk met mesten, waarvan de ruiters beginnen met rijden. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk tot aan de eerste pauze, dat de grooms klaar zijn met mesten. Nou, even pauze houden. Daarna gaan we gewoon verder met rijden. Ja. 12 uur, een uurtje pauze. Eigenlijk zijn wij de hele dag aan het rijden en de grooms zijn op en zalen en toileteren en scheren. Hier en daar een keer helpen met springen. Maar, tot een manier of 5:30 probeert klaar te zijn. Soms is het eerder, soms iets later. En helpt jullie pap jullie heel vaak? Ik ga uit beeld, hè? Die duwt me er gewoon uit beeld. Die duwt jou gewoon weg. Helpt jullie pap jou vaak met springen thuis of met rijden thuis? Vooral meekijken, ja. Het is niet echt een uur lesgeven of zo, maar het is vooral echt even meekijken van hey, denk je daar aan, denk je hier aan. Ja. En botst dat ooit? Of? Nee, eigenlijk niet. Ik zeg niet zoveel terug, zeg maar. Ik luister vooral. Dus dan botst dat ook niet. Nee, nou ja, dat is... Als jij bijvoorbeeld op wedstrijd gaat, hè, zeg dat je dus naar Arezzo gaat. Gaat jullie pap altijd mee in traditioneel? Nee, nooit. 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 Oké, maar kijkt hij bijvoorbeeld wel de video's terug? Ja, dat zeker. Ja, hij weet alle resultaten vanaf het moment dat ik de ring uitkomt. Hij ziet alle video's, dus hij weet wel. Maar hij laat ons wel zelf ons gang gaan op concours. Oké, hier staat hij wel bij, maar hij gaat niet alles ineens overnemen of zo. Okay. Hij kijkt een beetje mee, zeg maar. Ja. En wie bepaalt er bij jullie op stal wie welk paard rijdt? Hebben jullie daar een methode voor? Of, ik ga zelf uit. Ja, nee, eigenlijk als het paard aankomt, als het bij ons op stal komt, dan wordt eigenlijk de leeuw een beetje gekeken van hey, ik vind die best bij deze ruiter. Ja. En dan komt hij bij die op het lijstje. Mm-hmm. En ooit valt dat tegen. Dan besluit of Leon of de ruiter zelf van hey, dat past niet. Ik denk dat de ander wat meer mee kan. Dan wissel je. Of je hebt allebei net een. Hebben twee ruiters net een paard wat moeilijk gaat. Zeggen weet je wat, we wisselen. We gaan kijken hoe dat verder loopt. Dus dat is eigenlijk meer een overleg. Ja. Maar jullie hebben best wel geluk dat jullie best veel goede paarden hebben, toch? Ja. En, maar is het dan ook bijvoorbeeld zo dat je denkt, oh, die heeft een goeie, die wil ik hebben? Nee, ik ben iemand best. Nee. Ik heb wel dat ik denk, goh, zijn je een lekker paard? Maar het is niet dat ik denk van, ja, natuurlijk zou ik wel leuk vinden als je op mijn lijstje komt. Maar de gunfactor is er wel, dus ik heb niet ergens iemand anders ermee rijdt. Oké. Okay. En net zoals ons heb jij ook een zusje, die heel goed rijdt. Ja, die is kampioen geworden net. Ja, die is kampioen geworden. Helpen jullie elkaar, rijden jullie veel samen? Tegelijk, zeg maar? Thuis in de bak wel, maar het is niet dat we met elkaar bemoeien of zo. Het is wel echt als er gevraagd wordt aan elkaar van dat er overleg komt, maar het is niet dat als mijn zusje aan het rijden is, ik zeg van hey, laat je daar even. Ja. Of andersom. Nee, je doet gewoon allebei je eigen ding. Ja. En als je één vastzit en één komt naar de ander toe, dan wel natuurlijk. Maar. Precies. En is er zeg maar, is er een verschil tussen jullie? Zeg maar, lijken jullie op elkaar of helemaal niet? Ja, hier en daar lijken we wel op elkaar en hier en daar wel niet. Ik ben misschien net iets meer van de controle in de ring. Mel is dat misschien net wat makkelijker. Ja? Oké. Hey man. Oh ja, die laatste die hebben we eigenlijk al. Ja, we hebben al. Hebben. Ja, dat weet ik wel. Dus dan gaan we door. Kies een antwoord. Hengst of Mary? Mary. Ja. Ja, dat is echt typisch bij alle springruiters Mary. Ja, dat is wel. En mijn toppaard is een hengst eigenlijk. Oké, die heeft een blessure, dus die is nou weer op een trainen.
Maar merk ik weet niet, als je die aan je kant krijgt, dan doen die alles voor je. En hengsten zijn af en toe een beetje aan het streken, hè? Ja, toch merk je wel bij het dressuurruiters, dus die kiezen iets voor hengst. Ja, dat ja. Misschien ook meer uitstraling meer een beetje narig zijn. Ja. Want bij springen, als ze die knop omzetten, dan... Ja, als ze iets voor je willen doen, dan gaan die door het vuur, hoor. Anne heeft ook niet zo'n merrie mens. Ik ben ook niet zo'n merrie mens. Ik ben meer een merrie mens dan Anne. Instagram of Facebook? Ja, ik ben meer van Facebook, maar Instagram is op het moment wel populair, hè? Ja, dat is een raar antwoord. Maar ik... wat moet ik dan zeggen? Ik Facebook. Iedereen, niemand is meer van Facebook. Nee, maar ja, moet kunnen. Wedstrijd of trainen? Ja, wedstrijd, hè? Ja. Wintersport of zonvakantie? Wintersport. Ik kan niet stilzitten. Ja? Ja, nee, geen telefoon of geen vakantie? Geen telefoon. Mag ik gewoon je moet kiezen, hè? Geen vakantie. Kus. Ik dacht, ik vatte mij verkeerd op. Ja, het is geen telefoon of geen vakantie. Pak, maak even opnieuw. Zie je, ze taakt toch met die 5 minuten. Dan ga je voor geen vakantie. Ik kan niet zonder telefoon. Jawel. Maar... Nou, eerder zonder thee en zonder... Heb je nooit ik kan allebei wel zonder. Dus het is voor mij... Ja, maar eerder dat geen vakantie denk dan geen telefoon, toch? Ja. Ja, ja, ja. Vind ik heel logisch. Uit eten of zelf koken? Uit eten. Dat is niet moeilijk, hè? Wat doet ze thuis het liefste? Dressuren of springen? Dressuren. Dressuren, oké. Okay. Nou, die laatste die mag jij lekker vragen. Dus een Bieber of Lil Kleine? Allebei niet. Is dat ook een optie? Nee, dat mag niet. Oh, dat mag niet? Nee. Moet kiezen. Dat is allemaal sukkels. Ja, qua muziek? Qua muziek. Ja, Justin Bieber. Ja, hè? Ja. En qua looks? Ja, de Lil Kleine. Ja. Ja, dat wel. Ja. Nou, dan hebben we nog een roddel. En jij moet zeggen of deze roddel waar is of niet. We hebben gehoord dat jij verkering hebt met... kan ik dat zeggen? Verkering? Ja, we zitten in groep 3 en we hebben verkering. Het is aan. Met Kevin Jochems. Ja, dat klopt. Yes. We hebben het goed. Wauw. Goeie rol. Hoe lang al? Sinds oktober. Best wel lang, hè? Ja. En waar is het ontstaan? Waar is de vonk overgeslagen? De vonk overgeslagen. Nou, de vonk zelf eigenlijk in Don Eschingen, maar ik denk dat we al 3 jaar aan het sukkelen zijn. Maar dat we het niet van elkaar wisten, bedoel ik, hè? Ja. Niet dat we het wisten. Sinds dat we het wisten ging het vrij snel. Maar we hebben er 3 jaar over gedaan voordat we het wisten. Ja. Voor één van jullie twee iets zegt, hè, daarover. Dan, ja. Want dat Kevin ja, ik zeg dat. Ik zeg dat niet en Kevin zegt dat niet, dus dat duurt best lang. Ja, dan kan je lang wachten. Ja. Nou. Dat was dit dus in principe wel een relatie van 3,5 jaar. Nou, hou je lang vol. Ja. Oh, ja. En Kevin werkt op jullie bestel. Ja. Heel gezellig. Ja. Heel gezellig. Nou, die zit ook bij jullie een talentteam, toch? Ook dat nog. Ook dat nog. Ja. Eén knusse bedoeling. Nou, dit was onze vlog. Yes. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ja. En volg Sanne op Instagram en Facebook. Ja, vooral Facebook. Ja, zeker. Ze heeft het wel allemaal. Yes. En tot de volgende keer. Doei doei! Maar eventjes een dingetje. Is het een serieus? Ja, heel kleintje. Ja. Wat? Een kleintje. Ik denk niet dat je eruit Wat hebben jullie samen gegeten? Ik heb witgevallen. Ah, die ziet er niet. Maakt niet uit. Oké. Ja, je ziet hem niet van zo. Ja. Maar ik kijk er echt tegenaan. Ja, deze is ook niet echt goed, nee, maar... De zuur of springen. Ja, de zuur of springen. Maar wat bedoel jij daarmee? Bedoel jij kijken? Nee. Ja, dat is kijken of... Ja, nee, maar... De zuur, ja, ik snap niet waarom je springen kijken leuker vindt dan de zuur. Maar jij ook. Ja. Dat is een stomme vraag, Anne. Tuurlijk, je kiest toch altijd je eigen Dit was een slechte. Maar als je hem thuis wil weten, thuis is het wel dressuur. Ja? Ja. Oké, dan doen we die vraag. Liever dressuur rijden dan springen thuis. Knip en plak. Vraag hem nog. Zie je, dan zit weer op die 5 minuten. Nou, vraag jij mag hem vragen. Dressuur of springen? Zelf rijden zeg. Oh, dat was heel slecht. Ja, dat ging heel goed. Hoe moet ik daar vragen? Ja, dat weet ik ook niet. Wat doe je thuis het liefst? Springen of dressuur rijden? Ja, wat doe je thuis het liefst? Jij kan beter de interviewen. Nou, wat doe ik dan? Nee.